Eindelijk is er een toestel waar wij als smartphone-liefhebber en als games-liefhebber over kunnen praten. Maarten, de Razer Phone is uitgekomen. Wij kennen het merk Razer niet. Kun jij ons vertellen wat Razer is voor een gamer? Nou, Razer maakt hardwareproducten gericht op de game. Het is echt puur gaming dingen die ze maken. Ze maken laptops, ze maken ook toetsenborden en dat soort dingen, muizen. Het is altijd redelijk hoge kwaliteit en redelijk slick ook. En hoge performance eigenlijk. Het zijn wel fancy producten zijn het. Dus, zoals je net zei, het is nieuw. Een gaming telefoon, maar ja. We hebben wel eens wat dingen gehad van Nokia, dat weet je vast ook nog wel. Ja, heel oud. Waarschijnlijk heeft het de reden dat je het bent vergeten, want het is redelijk rampzalig afgelopen. Maar Razer, ik geef ze wel een goede kans dat ze in ieder geval weten waar ze mee bezig zijn. Ja, nou dit is hem, de Razer Phone. Voor mij, als schrijver voor Android World, valt gelijk op dat het een enorm bonkig apparaat is. Hij is groot en vierkant. Het is momenteel heel erg in de mode om een nieuw soort scherm te hebben. Het 18 staat op 9 scherm. Dat is een langwerpig en dit is nog steeds heel erg vierkant. Ja. Het is heel erg grof. Er zitten wel twee camera's in en dergelijke. En het scherm is ook groot, maar de behuizing is nog groter. Dus de verhouding scherm-behuizing is nog heel erg ver uit elkaar. Maar het scherm, daar zit iets speciaals in. Die heeft een hoge refresh rate. En wat weet jij wat dat is? Want voor ons zegt dat niks. Ja, het is een verversingssnelheid, hoe vaak het beeld wordt ververst. Dus dat is 120 hertz. Nou, dat is fors. Voor een gewone monitor bijvoorbeeld is dat ook al best wel flink. En dat is voor gaming, daar beweegt gewoon heel veel. Er gebeurt gewoon heel vaak heel veel op het scherm. Dus hoge verversingssnelheid, zou je zeggen dat positief is. Bij bepaalde PC-games is het ook wel echt zo dat 60 hertz, daar gamen mensen dan niet eens meer op. Zeker als het competitief is, is dat eigenlijk minder not done. Dus het heeft wel degelijk zin voor games om die refresh rate omhoog te gooien. Ja. Ja, nou wat ze gedaan hebben is eigenlijk, je kunt in de settings kun je drie refresh rates kiezen. 60, 90, 120, want hoe hoger de refresh rate, hoe eerder de batterij leeg gaat. Ja. Dat is trouwens ook wel een dingetje, hier zit een 4000 mAh accu in. Ja. Dat zou op zich heel erg goed moeten zijn, alleen ik heb hem nu een weekje in gebruik en ik vind nog iets tegenvallend. Als ik hier de Huawei neem, die heeft een nog groter scherm en ook een OLED scherm en die doet langer mee. Dus er wordt veel energie verbruikt en ik heb nog niet kunnen vinden waarom dat in zit. Jij hebt hem even gebruikt om mee te gamen, wat valt jou daarbij op? Nou, wat me vooral opvalt is dat het ziet er allemaal heel goed uit. Bij racegame is het, merk je het verschil wel in die hertz, dat het gewoon allemaal net het vloeiende loopt en dat soort dingen. Games moeten het wel ondersteunen trouwens, het is lang niet zo dat alle games 120 hertz ondersteunen, omdat dit is de enige telefoon die het überhaupt heeft. Dus je merkt dat verschil wel. In dagelijks gebruik merk je ook wel hogere verversingssnelheid. De vraag is in hoeverre je daar behoefte aan hebt. Ik bedoel, dat zal niet heel veel. Nou, voor gamen heb je natuurlijk hele goede hardware nodig. Er zit een Snapdragon 835 processor in. Mm. En dat is dezelfde als de Galaxy S8 en S8+ heeft, maar ook de Pixel telefoons. Dat is dik in orde. Er zit 64 GB intern geheugen in en dan kun je uitbreiden met een SD-kaart. Wat is een gemiddelde game? Een gigabyte als je die download, denk ik ongeveer? Het verschilt heel erg hoor. Het verschilt heel erg, maar ze worden wel steeds forser. Dus in een tijdje, dat raakt wel vol hoor. Het gaat wel redelijk hard. Ja. Wat ook nog een aparte functie is, of future eigenlijk, is er zitten twee speakers op. Ja. Waardoor je stereo geluid krijgt. Ik heb het geprobeerd met gewoon Spotify muziek. Ja. Met gewone muziek en met een bacteriënherrie. Maar ja, ik vind het mooi, alleen ik mis de diepte nog. Hoe is dat met gamen? Ja, het is goed dat je dat aanstipt. Want het is inderdaad ook echt een telefoon gericht op gaming. Dus in gaming merk je wel dat goed werkt. En ja, je mist inderdaad wel laagtonen. Het wordt gewoon lastig. Het zijn wel twee luidsprekers aan beide kanten. Maar het blijft klein. Dus het blijft moeilijk om dat goed te krijgen. Hij kan wel enorm hard. Ja, dat zei je. Ik heb hem helemaal open gedraaid. En hoorde je het bij de buren nog. Voor gaming vind ik het wel goed klinken voor een smartphone. Ja. Daarbij zeggen. Ja. Ja. Ja, alles wijst er echt op dat dit een niche telefoon is. Want
Wat ik het mooi aan vind is dat het geen concessies doet aan modegrillen. Dus het langwerpige scherm, de fijne materialen, het gewicht. Want het is net een broodje metaal waar alles uitgefreesd is. Voor de stereo speakers heb je ruimte nodig, een klankkast. Dus dat zit er ook allemaal op. Wat wel overigens vervelend is dat er nu al allerlei... Mijn croissantje van vanochtend zit in de speakerrail. Ja, dus dat is wel vervelend. Wat het meest interessante is van... Is dit een smartphone wat iemand die enthousiast is over gamen, is dit nou iets wat hij zou kopen? Of gaat hij dan toch naar een iets verfijnder model? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het heel goed is wat je zegt. Het is een niche product. Ik denk niet dat het iets is wat gigantisch breed omarmd wordt. Ook niet per se door gamers. Het is wel tof om te zien dat dit een concept is wat al werkt. Engage en van Nokia, dat was toch een beetje... rommel, ik mag het nu zeggen, dat is lang geleden. Ik denk dat ze niet meer boos worden dan. En dit, je merkt al dat dit echt een product is wat potentie heeft. Maar het blijft een kleine doelgroep, ook omdat je hebt altijd concessies op andere gebieden. Het is, dat is misschien een interessante vraag voor jou. Voor de Android gebruiker vraag ik me af of die hier genoeg aan hebben, zeg maar, als telefoon. Nou, qua internals wel, hè. Dus de processor is allemaal goed. Alleen de camera valt tegen, is gewoontjes. Hè. De camera is echt het speerpunt van elke smartphone die uitkomt. Hij is gewoon te groot. Hij is gewoon te groot voor de gewone gebruiker. Het is goed om mee te gamen, kunnen we goed beetpakken. Maar de gewone casual gebruiker heeft daar niet zoveel aan. En de accu is 4000 mAh, maar daar wil je dan ook echt wel anderhalve dag, 2 dagen mee doen als een gemiddelde gebruiker. En dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dus ik zou hem, zeg maar, mijn broertje of zusje niet aanraden, omdat hij dan eigenlijk iets uitgeeft wat hij niet wil hebben. Het is net als je een fiets moet hebben en dan ga je een Lamborghini kopen. Ja, dat heeft ook niet zoveel zin. En ook de prijs dan, hij is ongeveer 650 tot 700 euro. En voor dat geld kun je echt wel leukere smartphones kopen, bijvoorbeeld. Deze Huawei Mate Pro 10. Wat wij er echt van gaan vinden, dat gaan we in de review schrijven. En die kun je binnenkort lezen op de site.